De E3. Bar Weinig E3. Dat is het thema van de komende weken. Vette persconferenties, hopelijk, die we gaan uh, bespreken. Er komen heel veel nieuwe games uit die we gaan bespreken. We doen de Wall. Uh, allerlei leuke dingen, want wij houden van de E3. Maar eigenlijk is dat gevoel altijd een beetje ja, gebaseerd op nostalgie. De good old days. Um, want de E3 was ooit echt een bolwerk waar je als. Journalist, uh, als retailer, maar ook als publisher gewoon niet omheen kon. Games werden daar gemaakt en gebroken, uh, boors. Ja, ik weet het, het, nog het nog goed. Je weet het nog <laughs> goed. als een de, kleine jongen ja. als de dag van gisteren. Um, ik probeer elke keer weer uit te vogelen hoe vaak ik ben geweest. Maar ik weet het gewoon niet. Nee, ik zeven of acht keer. Denk ik. Oh, Als ik moet kiezen, ik denk ergens in de twintig keer. Ik denk dat ik vier of vijf keer geweest ben voor Game Kings. Ja. Yeah. En met Game Kings misschien ook, denk ik, vijftien keer. Oké. Okay. Vijftien keer, maar ik weet het niet. Er zijn veel geweest, ja. Ja. Um, weet jij nog de allereerste keer? <laughs> uh, ja, ik weet niet. Zij was uh, 16. en ik... Nee, um, even kijken. De allereerste keer, ik, uh, um, uh, dat, dat was nog in de puur tijd. Dus ja. dat was zeker voor, voor Game Kings. Um, toen zaten jullie volgens mij? Zaten toen in een hotel? Nee, of zaten jullie al meteen in de Sahara? Nee, nee toch? Nee, ik, ja, dat zou best wel kunnen, eerlijk gezegd. Ja, eigenlijk denk ik dat wel. Um, maar dan moet je met een groepje zijn gaan. Want ik weet wel, de eerste keer dat voor mij was met Jan samen. Ik was met Dree samen. We, we gingen met z'n tweeën. En toen waren we ook vaak nog lang na de E3 nog in Amerika Die gingen altijd naar Tijuana, ook, Tijuana en naar Las Vegas en weet ik veel. Maar ja, dat, dat durfde dingen. ik nooit. En uh, naar Tijuana of naar Las Vegas? Nee, allebei niet. Oh. Nee, nee, Las Vegas wel. Nee, ik, ik ging altijd braaf in een hotel. Ik weet nog, jullie gingen altijd naar een motel toe volgens mij. Ja, het is dus ook heel... gewoon een hotel. Weet ja, dat is, is ook Er was, was die Beastie Boys clip opgenomen, dat vonden we vet. Ja. En we vonden um, Sunset Boulevard vonden we tof. Dus dat, uh, dat Hollywood was gewoon wat meer L.A. En Downtown L.A. is gewoon... Als je een auto hebt, kan je niet parkeren. Nee, nee, nee. En als je uh, uh, geen auto hebt in LA, nou, dat is gewoon kan ook fucking niks. onhandig kan nee. helemaal niks. Of je bent, je bent een fortuin kwijt aan taxi's. En um, weet je, ik heb altijd, ik wil altijd een beetje mijn eigen ding doen. Dus we mm -hmm. hadden altijd al die auto. Maar ik weet, ik denk eerlijk dat de eerste keer dat ik ging had ik misschien nog niet eens mijn rijbewijs. Dus, uh, ja, nee, ik, ik, ik kan hem ook namelijk niet meer spot-on herinneren welk het was. Ik heb wel flarden. Het raar is dat, dat je gewoon flarden van herinnering hebt. Van wel met Jan in hotel. Ik weet dat wij met z'n allen een keer in hotel hebben gezeten. Waar ik toen bestolen ben. Dat was op Figueroa. Dat Crackhotel. dat viel wel mee. Ja, dat viel ook wel een beetje. Maar zo noemen we het een beetje. Van. Maar dat was een heel raar jaar. Want volgens mij daarvoor gingen jullie altijd wel naar de Sahara. Maar dit was opeens met een wat kleinere groep. Want Jurjen was mee. Het was, het was opeens een hele andere samenstelling. Ja, want ik denk dat ik. Uh, ik denk eerlijk gezegd. Dat uh, Dre daar ook niet was. En ik mijn rijbewijs nog niet had. En dat is ook de reden dat ik daar zat. Zodat ik op loopafstand van E3 zat. Ja. En uh, ik denk eerlijk gezegd. Dat dat jaar ben ik ook nog. Um, want meestal gingen we dan allemaal dingen doen in Amerika. Maar ik ben toen naar Australië gegaan. Okay. En toen uh, kon, kon ik via LA goedkoop naar Australië vliegen, weet ik veel. En dat was een of ding. En um, um, ja, ik, ik, ik weet ook dat we daar zaten, inderdaad. En dat, uh, ik, ik weet nog wel waar dat hotel was. Ik zou het kunnen aanwijzen. Ja. Uh, en het is nu ongetwijfeld gewoon een heel fancy boutique hotel geworden. <laughs> ja. uh, maar het was, het was niet heel slecht per se. Behalve, je had niet zoveel opties in de buurt. Dus we nee, gingen altijd ontbijten ja. bij dat ene, tentje op ja. de hoek. En, want er was gewoon niet zo heel veel. Nee, dat nee. Te, En vooral s'avonds wordt het daar op een bepaalde manier heel raar, uh, heel ongezellig. Want dan gaan al die daklozen gaan daar uh, allemaal liggen. Dat was toen zo. Dat schijnt nu niet meer te zo. Het De okay. okay. daklozen. Skit allemaal Road zit daar in de buurt wel, toch? Uh, ja, vast. Maar dat is allemaal nu meer ja, richting, okay. richting Venice gegaan en zo. Weet ja, je wat ik me ook nog wel heel erg kan herinneren. En dat is ook een beetje de magie van de, van de E3, in ieder geval van mijn kant. Was dat ik. Ik schreef toen vooral. En. En. en de, de, dan rende ik als het ware naar het hotel terug om die stukjes te gaan tikken, weet je wel. Van, uh, okay. uh, en. Want. Dat wat je toen zag. Dat wist de rest van Nederland pas een maand, anderhalve maand later. En dat gevoel. Dat, dat maakte het wel altijd heel speciaal. Dat jij het als enige wist, uh, als het ware. En Die was toch echt nog wel. Ook nog wel een beetje uh, onervaren, weet je dan? Al die persconferenties waar je altijd hetzelfde verhaaltje hoort, alles tikken, weet je wel? Zoveel polygons in de game en uh, innovative mm. en dat soort dingen. En op nu hebben we al iets van ja, oké, okay, bla 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 bla. Ja, yeah. maar het was wel leuk. Um, heb je dat heb je dat ook gehad van, van dat het speciaal was in die eerste jaar? Voelde je de specialer door dan de laatste jaren waarin eigenlijk al het nieuws sneller al op het internet stond vanuit huis dan dat jij het überhaupt. Nou, is, het heeft een aantal fases doorgemaakt. Dus er is een tijd geweest dat je bijvoorbeeld uh, wel de artikeltjes online zag met een paar mm -hmm. screenshots, maar bijvoorbeeld geen bewegende beelden. Ja. Dus in de beginperiode van Gamekings weet ik ook nog dat veel mensen uh, die Gamekings afleveren op tv ook weer heel goed bekeken. Gewoon omdat, ja. omdat bewegende beelden vanuit de E3, dat is, online zag je dat niet. Want niemand had video online. Dat zat er ook alweer tussen, een, twee weken ja, twee weken zoiets voordat, ik, voordat het op tv was. Dat heb ik twee keer meegemaakt. Eén keer met Rogier, volgens mij. En één keer denk ik dat David was. Dat, waren, dat, dat, dat was echt insane. Dat was overdag filmen. Naar het hotel toe gaan. En uh, snel uh, in ieder geval eten kopen voor de jongens die moesten editen. Maar dat was voor de website. Dus die waren voor de website aan het editen. Oké, okay, dat was dus niet de, voor televisie. Nee, voor tv, ah. dat werd wel echt, echt in Nederland geëdit. Oké. Okay. En hadden we dan ook kijk, twee weken is vrij veel. Dus dat betekent dat we, we moesten een week van tevoren aanleveren. En ja. we moesten een week uh, 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 konden we editen. Dus dat is vrij veel voor een aflevering. Mm -hmm. maar, de, ja, op zich. Um... Heb je dat nooit overwogen? Want jij bepaalde dat toen om, weet ik veel, je zit daar op woensdag. Woensdagavond heb je al die persconferenties gehad. En dat je dan bijvoorbeeld uh, de uitzending, meestal was het altijd op maandag, dat dan maandag de E3-uitzending was. Ja, ah, maar dat kon helemaal niet. Dat kon niet. Nee, want je, je moest dat heel ver van tevoren aanleveren. En dat werd, wat het ook nog eens een keer was, vroeger afleveringen werden op tape aangeleverd ja uh, en dan moest je, je dat moest dan allemaal specs voldoen dus je ja. uh, uh, weet je wat je bijvoorbeeld had het is heel bizar het is een beetje een tv dingetje maar als je filmt in een op een uh, zoiets als een zo evenement um, er komt zoveel licht van die uh, van die van die stands af ja, weet ja, je, ja. van al die lampen sets die er boven hangen dat dat um, dat doet dat met de frequentie van je beeld dus dat moet je, dat moet je, uh, uh, dat moet je beperken op een bepaalde manier. Dus dat moet allemaal soort van dat gaat door een soort limiters heen ja. om te zorgen dat dat niet piekt op een bepaalde manier. want dat gaat televisie uitzendapparatuur gaat over gaat over zijn nek en televisies gaan over de nek dus dat, dat ik wil tegenwoordig is dat echt ondenkbaar. Maar <laughs> ja. zo ging dat echt. weet je. En dat, um, ja, dus dat was weer een ander bedrijf. En dan moest de tape naartoe. En dan moest dat dan weer allemaal geleveld uh, uh, Door zo'n filter heen. En dan pas werd het op tape. En dan pas ging het naar de zender toe. Ja. En dat. Um, ja, dat. Het is nu echt werkelijk ondenkbaar. Want dus, dus in die periode. Um, weet je, 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 er waren wel nieuwsberichten. En er waren zeker websites. Dat had je wel. Ja. <clears throat> maar vaak hadden die ook pas. Laat de teksten online staan, want dat moest ook allemaal geschreven worden. Dus mm -hmm. waar niet snelle stukjes ter plekke in elkaar getypt waren. Nee. Dus echt nieuws. Um, dan moet je toch daar zijn. Of je, je, ja, je had het ergens vandaan. En toen op een gegeven moment kreeg je dus die bewegende beelden. En die werden dan, nou, bijvoorbeeld, op Game King zag je dat, of die kwamen een keertje online ergens. Ja. Um, en als je nu kijkt, ik bedoel, nu is het gewoon livestreaming. Het is gewoon ja, ja, ja. nu, weet je. Het met maakt je telefoon. Ja. ja, met je telefoon of whatever, weet je. Maar je, je, het is gewoon nu. Je hebt gewoon nu verslag van wat er gebeurt en dat is, uh, uh, ja, dat is natuurlijk een soort van insane weet je dus nu als je geschreven artikel is het is alleen nog maar uh, achtergrond weet je en uh, reflectie en opinie omdat ja, het nieuw zelf de pers ja. als het ware dat, dat gaat gelijk in één keer streamen dat de wereld over je had inderdaad uh, roltrap naar boven uh, dat perscentrum altijd waar ja, dan in ja. de beginjaren al die pc's stonden en eigenlijk was het ook wel zo dat het niet heel erg chic was als je langer dan een uur op zo'n pc zat omdat Ik zat de ja, hele dag op. ja <laughs> omdat iedereen was natuurlijk bezig om die fucking screen shots op up te loaden en dat soort dingen allemaal dan krijg je ja ik weet ook wel man de eerste keer dat ik naar e3 had ik echt een koffer vol met al die shit die ik mee ik nam ook alles mee terug weet je alle foldertjes en je kreeg ook allemaal cd's mee want er ja, ja, stonden ja, ja. screenshots, screenshots op en en ja. filmpje. Ja. ja op een gegeven moment werd het er ook helemaal gek van volgens mij uh, jullie hebben dat op een gegeven moment ook uh, teruggestuurd hè met uh, met dhl of dat soort dingen allemaal zo maar al die jullie hadden dat b-roll nodig hè want je kon het uh, ja. op filmen maar dat was een hoop gedoe, maar dat deden we wel inderdaad gewoon meldede dat rogier, die zat dan de hele beurs lang alleen maar gewoon die cams, die zetten ze dan op zo'n zo'n scherm en dan ging ja. je spelen. Maar je kreeg dan ook b-roll trailers mee op een schuifje en dat ja, dat, dat was zo zwaar, dat, dat... Nee, maar het waren ook die tapejes, want we hadden dan als je een, een, ook nog een, 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 keer, een ja, ja, als je een uur footage had op een tapeje, daar past dan een uur footage op. Als je dat wilde, dan lade je dat in in je edit set. Ja. Dat duurde ook een uur. Dat ging één <laughs> op één. Maar wij kwamen rustig met 40, 50 uur materiaal terug. Dus als je dan een week had om te editen, je ja. was al een week bezig oh, met kast. inladen. Dus dan uh, stuurden we met DHL stuurden we die tapes uh, naar Nederland. Dus het uh, is supergevaarlijk als het kwijt is. We hebben het echt kwijt, gewoon. Maar echt in. Ja. Maar dat um, uh, Maar goed, dan kon het in Nederland kon het al uh, ingeladen ja, worden. Als we ja. ter, terug waren, dan kon we gelijk begonnen, beginnen met editen. Dus ja, het, uh, het, is, het is echt het stenen tijdperk van... Hoe snel dat tegenwoordig nu gewoon gaat, ja? Nou, het is gewoon, ik bedoel tegenwoordig op je telefoon, doe je meer ja. dan uh, wat je toen het is. insane, dat is, dat is niet meer te vergelijken. Nou ja, dat is iets wat mij wel bijstaat van die tijd. Is gewoon uh, en een van de dingen waarom ik op een gegeven moment er ook mee gestopt ben, is gewoon de, de, de vermoeidheid die die dat met zich mee, mee En dat is in de ene kant, natuurlijk positieve vermoeidheid, de indrukken die je doet. Je bent je ziet mm. zoveel shit, weet je wel, maar daarnaast ook gewoon die hele lange dagen. Uh, het is niet alleen maar op die beurs lopen. Het is vooral het, het inladen, het editen, uh, het wachten. Um, ik weet wel, Rogier en, of David, degene die, die het echt editen, die moesten dan... Ik weet wel dat Rogier op een gegeven moment waren, bij het Sahara Motel... hadden we gewoon niet zo'n hele fijne lijn van Alles, internet. Al het internet was kut. In en Amerika. die wilde er gewoon of Als je niet, niet gewoon erbij bleef, kon hij er zo uitfloppen. weet ja. je wel? En, en dat hij dan... Ja, die moest gewoon tot vijf uur s'nachts blijven wachten... tot die shit uh, ja, ja. naar de andere kant was, weet je wel? En dan twee uur later ging je weer... En op een gegeven moment was ik die vermoeidheid, was ik zo zat. Je liep echt als een zombie over die beurs heen. Ja. En als ik dan kijk hoe dat vandaag de dag gaat, je kan het niet echt vergelijken. Maar met je telefoon, het live, het, heb je dat ook zo? Ervan? Want jij bent nog wel ietsje langer gegaan. Dat dat het steeds makkelijker werd. Ja, nee, maar het was op een gegeven moment was het gewoon het, het werk. Want dat zag je ook. Toen wij in die beginperiode ja. was het echt de beurs zelf. Dus wat ja. daar gebeurde. Dus je liepen, wij spreken rond over die beurs. En dan zag je een, uh, een boel van een of andere uitgever, dan liep je op. En dat de games die je daar zag, dat was dat was het nieuws. Weet je? Ja. Wow, daar is een nieuwe game speelbaar. En. Um, uh, ja, dat, was, dat kon je dan spelen en dan kon je praten met de developers. En dat was, ja. het, dat was het nieuws. Dat is hoe je aan je nieuws kwam. En later is dat helemaal vervangen door die persconferenties. Ja. Wat in het begin had je ook wel persconferenties, maar ik kan me nog herinneren dat ze de Sony persconferenties. Alles. Mm het -hmm. was in een tent, gewoon ja, ja. bij de E3. Daar zaten misschien honderd man binnen, weet je. En die <laughs> zagen daar de even een killzone demonstratie. Weet je, ja. Dat was het dan wel. En dat is gewoon het uh, shit. Ik moet mijn telefoon even stilzetten. Ja, het werd, het werd groter en groter. En, en, en de E3 werd eigenlijk Kleiner en ja, die bleef altijd wel een beetje hetzelfde. Weet je, de West Hall, de South Hall en dan de Kent al in het midden. En dan in die gangpaden, daar waren die, uh, uh, die presentatietjes eigenlijk als het ware, waar je dan uh, behind uh, uh, closed doors kon. Wat mij dat was altijd mijn favoriete gebied. Ik, ik, ik vond het vet hoor op de beurssloem. Maar het was mij op een gegeven moment, het was zeker na één dag als je moe werd. Het was zo fucking lawaaiig en druk en zweterig en warm. Ja. En eigenlijk uh, hadden we ook wel door van. Je moet gewoon behind closed doors hebben, weet je. Want dan ging je tenminste van airconditioned ruimte naar airconditioned ruimte met een drankje erbij. Ja, dat er was water. Dat was het hele ding. Precies, dan kon, 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 kon je lekker, kon je, uh, lekker die ja. games kijken. Uh, maar die persconferenties werden groter en groter en groter. En op een gegeven moment waren het hallen met... En feesten en toestanden er ja, vast en zo. alles eromheen uh, uh, was, was enorm. Uh, maar, maar echt exact zo van... Oké, okay, die eerste keer was zo. Ik kan het me ook niet meer herinneren. En dat geeft misschien ook aan hoe vaak ik geweest ben. Het is allemaal door elkaar aan het lopen. Al die, um, die herinneringen. Um, heb jij wel eens... Um, Zeggen. Was je, werd je als, als een presentatie op de E3 goed was. In, die peri in de beginperiode, ik heb het vooral over die beginperiode, waarin jij met collega's van andere media, jullie bepaalden of die game goed was of niet was. Want jullie waren de enige die het zien en je kon het. Er werd ook geen demootje online gedaan. Als zo'n game, als die presentatie vet was, was die game voor jou dan ook gewoon vet tot aan de launch? Of kon je nog verder beïnvloed worden? Nee, ik, ik, de E3 was wel belangrijk hoor. En het ja. was wel vaak de plek waar je als eerste die game zag. En wat ook vaak gebeurt is dat je games zag waar je jarenlang niks meer van hoorde. Mm -hmm. um, nee, dus het was wel een, een goede indruk. Maar het, het is moeilijk, want ik kan me niet uh, meer goed voor de geest halen. Um, hoe die presentaties eraan toegingen. Dus je had, je had eigenlijk twee dingen. Dus je had een, je had een presentatie. Iemand speelde in een game. Ja. Dat waren altijd hele afgebakende, vrij slikke dingen. Hands-of, hands-on. Ja. ja. En dan had je ook natuurlijk dingen waar, waar je zelf kon spelen. En vaak waren de games dan meer af. En het ergste was als een game niet af genoeg was. En je kon hem zelf spelen. En het zag er gewoon niet goed uit. Ja. Dan was je, uh, was je echt klaar, weet je. En, ja. um, het stomme was dat. Die E3 dat was ook vaak voor die uitgevers echt een proefballonnetje, weet je. Dus mm -hmm. om je voorbeeld te geven, ik bedoel, ik ben al jaren niet meer naar de E3 geweest. Misschien wel vijf, zes jaar, ik weet het niet, echt mm -hmm. jaren niet. Maar de laatste keer dat ik was, of misschien was dat niet eens de laatste keer, ik weet niet, heb ik gewoon Skull and Bones gespeeld. Ja. Die game ja, was gewoon speelbaar bij ja. op de Ubisoft stand. Um, <laughs> ja, jaren stilte, weet je. Ja. Die shit komt gewoon niet uit. En dat denk ik wel, weet je, soort van die ja, er zijn veel proefballonnetjes opgelaten op de E3. En dat gebeurde wel een beetje soort van dat was niet voor het publiek. Dat kon niet. gewone bezoekers konden dat niet mm -hmm. filmen. Nee. Moest je afspraak voor hebben. Maar het was er wel allemaal altijd. Ik, ik heb wel het idee dat de beurs, naarmate ook het nieuws door meerdere mensen uh, verspreid kon worden. En eigenlijk uh, het publiek als het ware ook en social media ging meespelen. De, zijn ook steeds voorzichtiger zijn geworden. Want in die beginjaren heb ik echt wel hele vroege beelds mogen spelen. Echt ja. dat je zegt van oké, okay, weet je wel, hele dingen waren nog niet ingevuld, maar gewoon om je een idee te geven. En um, er was ook altijd een soort van wisselwerking tussen media en, 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 en developer. Van oké, okay, ik, ik stap dit, weet je. Dit is nog niet af. Dus daar ga ik ook niet over schrijven dat het niet af is, weet je. En vandaag de dag is die wisselwerking er niet meer. Ook omdat de industrie natuurlijk de hele tijd games onaf uitbrengt, uitbrengt, is, is een beetje het vertrouwen is een beetje weg. En ik vond dat altijd wel ik vond het zeker in die beginjaren vond ik het wel tof. als Die afstand was heel klein. Er zaten ook niet vier PR-dames tussen. Dat was een soort van... Ja, ja ik, vond, ik vond het altijd wel heel erg leuk. Ik was maar de al... industrie was gewoon tof in het ja. begin. En dat is, dat is er heel snel afgegaan. Dus ja, dat, dat dat is... dat, ja, weet je, er zijn, ik, het voorbeeld wat ik altijd uh, uh, erbij haal... is dat ik een keertje op strip ging naar DMA Design. Dat was mm -hmm, een bedrijf yeah. wat toen Grand Theft Auto gemaakt had. De eerste uh, twee, drie, zijn er hun gemaakt. En uh, ze wisten van niks. Dus ik stond mm -hmm. daar gewoon in Dundee in Schotland voor een uh, bedrijfspand, niet nietzeggend bedrijfspand, in een soort industrieterrein. Ja. En die gasten waren zo: je bent wie precies? Wat kom je precies doen? Weet je? En die gasten hadden me zoiets van, ah oké, okay, nee, lachen man. Kom binnen, tof. Ja. En ik ben gewoon drie dagen uh, met die gasten op stap geweest. Elke avond gingen we uit en uh, ik kreeg alles te zien waar ze aan het werk waren. Ja. En nou, dat was gewoon super vet. Dat is van. Ik bedoel, Kun je je voorstellen dat je bij Rockstar aankomt nee. en dat je drie dagen mag meekijken. Weet je? Nee, ondenkbaar. Maar dat, het, het, het karakter is ook heel erg veranderd. En dat maakte het denk ik ook. Uh, want ik heb, het, ik heb dit expres samen, doe ik dit met jou. Om, van, kijk, ik kan het ook vragen aan Koos. En jullie zullen het heel anders ervaren. Want ik vond de laatste edities die ik heb meegemaakt, op een gegeven moment alles is dichtgetimmerd. Weet je? Er zat geen. Ja. Er zat bijna geen. Uh, uh, je voelt je als een soort vee. Voel je een soort van, van prestatie naar prestatie. Ja, geleid. en alles is volgekoud. Weet je? Ja. Ja, je, can, uh, je kan er wat vragen stellen. Weet je? En je weet exact wat je wel mag vragen. En een andere vraag is allemaal no comment. Wat doe ik hier nou als journalist? Anders dan dat het heel vet is om in die omgeving rond te lopen. Alleen voor mij was de show... Omdat ik had dat toch dat, ver, dat vergelijk met wat het vroeger was. En ja. op een gegeven moment had ik zoiets van: maar dan zit ik liever eigenlijk in Nederland. Waar ik gewoon kan losgaan op wat ik zie. Nou, uh, ik, ik had het een keer dat mijn stiefvader stierf. Echt yeah. een week voor de uh, E3. En toen ben ik niet meegegaan. En toen mm -hmm. heb ik eigenlijk vanuit Nederland. Heb ik de. Uh, en ik denk dat jij dat toen ook niet. Dat is die keer dat ze toen werd er. Zaten ze ook bij de Saharan ergens in de buurt daar. En toen werd er geschoten voor het hotel. Door ik bedoel, dat is nou, niet niks weet. met ons te maken. Nee. Maar, <laughs> nee. maar goed, dat, 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 dat was nogal een dingetje. Ja. Yeah. En dat. Um, um, de, ik was daar niet bij en toen, um, toen hoorde ik ook de, um, ja, de coverage vanuit daar versus wat je. Je, had, je kreeg veel meer mee als je niet, niet daar zat nee. en gewoon hier online al die kanalen kon volgen. Ja. Dat was gewoon veel meer. En je wordt toch op een of andere manier toch wel. Je bent een beetje embedded, dus je wordt een beetje gekleurd en dat, dat, dat is niet negatief, want als ik daar zat, was ik ook. Vele malen enthousiast. Omdat Ja, weet ik van. Het is die, die, die grandeur van die grote. En al die journalisten om je heen. En je bent de hele dag met iedereen aan het babbelen. Weet je, je zit, je ja. zit echt in die vibe. Weet je, je wil, je wil het gewoon niet kut vinden. Want ja. het is te leuk. Terwijl als je hier zit, heb je wat meer afstand. En ik merk gewoon heel erg van. Het is, het is nu zo. Je wordt naar een vast plekje geleid. Weet je, er is altijd een PR-dame bij je. En dit mag niet. En dat. En je mag niet meer foto's maken. Weet je, en op een gegeven moment dacht ik van. Ik mag zoveel niet. Um, en ik wil gewoon vrij kunnen zijn daarin en dan vind ja. ik het hier lekker terwijl ik me voor kan stellen voor de jongere garde die die, die die maakten dat voor het eerst mee en dat is hun ja die zijn niet anders gewend dat het, het ja. zo ging nou ik weet nog dat jaar dat ik er niet bij was dat ik dus ook bijvoorbeeld uh, verslag deed toen deed nog op, op Twitter verslag ja, was ja, nog, ja Twitter was daar nog werd daar nog voor gebruikt dat moet je vandaag dag echt niet meer doen <laughs> want dan uh, niemand wil 500 tweets over een persconferentie wat ja ja ja, ja 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 ja, ja. ja. Um, maar toen was ik ook heel negatief over die Xbox persconferentie. Die was heel slecht. En ja. toen was ze ook een soort van iedereen vanuit LA... die had ook gezegd, waarom ben je nou zo negatief? Weet je? Zo slecht was het helemaal niet. En nee. dan zag je ook gewoon van ja, in die hype als je daar bent... dat is gewoon een andere beleving. Ja. En op zich... Ik voel het ook wel dat als je daar bent, dat je dan alles vet vindt. Je gaat van, van links naar rechts. En weet je, we deden dan als een ochtend daar. En dat was, weet je, in de begindagen van live video. Van, yeah. Weet je, Twitch en YouTube en zo. We wij waren echt pioniers op dat mm -hmm. gebied, omdat je. Niemand deed het. Niemand gebruikte het op die manier. Nee. Omdat als je dan live had. Dat is ook allemaal moeilijk en ingewikkeld. En hoe ga, wat voor internetverbinding heb je dan. En ik, wij hadden de mazzel dat we op een gegeven moment. Want het, het was bijna onmogelijk om goed internet te krijgen in Amerika. Ja. En toen uh, kwam er een jongen die nam contact met me op. En die zei van. Hey, ik kijk altijd Game Kings. En ik, uh, ik heb een start-up in New York. Uh, ben ik begonnen. En wij uh, bieden internet aan via. En dan had je, dat heb je nog steeds. van zo, heb je zo'n kastje. Yeah. En dat is eigenlijk wifi. Uh, en dat, uh, maar daar zit dan een, weet ik van, een 4G of 3G uh, 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 kaartje in. Ja. En, nou goed. en dan hadden ze een of ander ding, en wij gebruikten dat. En dat werkte gewoon. En dus ja. dan konden we met een laptop waar we een camera aan hingen. Met dat kastje konden we dus live streamen vanaf een locatie. Ja, ja. En dat was gewoon. Niemand deed dat. Omdat je nee. soort van ja, maar dan moet je met een laptop en dat kan helemaal niet. En het werkt niet. En het is moeilijk. Of je moet met een straalwagen heel duur. En in dit, dat soort van niemandsland. Van aan de ene kant, die straalwagens en ja. die grote producties, die live gingen. En die. Knullige journalistiek van oké, okay, stukjes tikken en dan s'avonds uploaden dat jullie live te gaan ja. wij, wij waren al, al bezig ja. met live, dus wij zaten. We zijn heel snel al daarin groter. dus ook toen live kwam, dus toen Twitch kwam en dat soort mm -hmm. dingen, toen waren, we al heel snel heel groot erin ja. En wij kregen ook bijvoorbeeld, um, wij restreamden. We hadden als enige van Microsoft wereldwijd toestemming om bijvoorbeeld hun persconferentie ja, te restreamen. en toen van. werden we van Twitch gegooid. Ja. toen uh, want we hadden dat, waren dat aan het restreamen, wat niet mocht. Um, wat zat hadden allemaal? Partnerdeals. Yeah. Dus wij dat contract doorsturen. Van luister, wij zijn uh, partner van Microsoft. We hebben die partnerdeal. We, we zitten er alleen meer bovenop dan de rest. Want yeah. we hadden meer kijkers dan Twitch zelf. Yeah, yeah. En Twitch zei zoiets van, dat kan niet, weet je? En dat, uh, dat, was, dat was heel tof. In het beginperiode is echt heel tof. Ja, nee, absoluut. We hebben daar heel veel dingen ook uitgevonden over. Uh, en ook de video's nee, op de website. Hè. Ja, ja. Want ik weet nog onze uh, 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 Nederlandse, maar ook buitenlandse concurrentie. Die waren ook dan items aan het maken. Mm -hmm. En die had een totaal andere insteken. En die waren gewoon. Ik wil alles moest geëdit worden. Dus dat was gewoon, dat duurde gewoon heel erg ja. lang. En, nog uh, steeds hoor ja en, maar we hadden gewoon zoiets van, we hadden zo'n killer mentaliteit en de mensen die dat deden weet je, zoals Rogier en David en Jelle en uh, Martin ook nog, die uh, uh, weet je, die waren gewoon hop, is dus gewoon een nacht lang door editen ja. en dan had je, s ochtends had je een item stond op de website ja. en we waren de enigen die dat deden en dat was gewoon ik weet ook dat we Premium gelanceerd hebben toen een keertje tijdens de E3 en toen, uh, 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 ja weet je die content was zo vet en toen hadden we wat van die content was dan Premium en, mm -hmm. en, en mensen die, die ja Weet je, we hadden gelijk in het openingsuur hadden we gelijk 10.000 premium leden. Weet je ja. dat was gewoon echt, uh, uh, dat werkte als een trein. Dus ja, dat, nee, uh... de, de beurs heeft ons wat dat betreft ook echt ontzettend veel um, um, gebracht en uh, heel veel van geleerd. En ook heel veel, ja, hoe, hoe maak je items, hoe kun je dat snel maken? De, de, de crux was altijd. Je wil het zo snel mogelijk in Nederland hebben, weet je wel, bij de mensen die het kijken. En vooral in het tijdperk dat je nog niet kon streamen en er nog geen social media was. Die jaren was het inderdaad gewoon uh, opnemen: als een gek naar je hotel heen gaan. En een paar mensen die gewoon achter moesten blijven terwijl de rest dan inderdaad naar de feestjes ging. Uh, maar ja, dat werd van tevoren afgesproken. En dat was tot diep in de nacht. Want ik weet ook nog wel dat Steven lag dan op een kamer met drologie. maar regie moest dan de hele nacht door. En Steven kon daardoor weer niet slapen. Dus dan moest dan weer gewisseld worden met Melody. Ook weer iets anders. Weet je, dat soort dingen heb je gewoon uh, ja. op een gegeven moment. Het was echt... We gingen ook met veel mensen naar de eten. Ja, nee, dat was absoluut ook hoor. Ding. En dat, dat is vandaag de dag gewoon niet te betalen meer. Nee. De prijzen waren ook anders. Uh, vloog ook nooit rechtstreeks ook altijd met de hele rare ja, zo goedkoop mogelijk goedkoop maar mogelijk dat, dat ook dat de hele Nederlandse gamesindustrie die zat dan altijd op ja. KLM vlucht ja. en we, ik ik vond het nooit zo leuk om dan op die vlucht te zitten want nee dat is altijd een soort van weer soort van nog elf uur lang aan het babbelen over het videogames en na een week de heenweg is dat wel leuk maar op de terugreis ben je echt echt klaar met die shit nee dat is ook wel ja dat, ik heb wel ik heb ik heb twee keer ben ik wel meegevlogen met Jan samen ook met KLM en uh, wat ik al zeg van, daar uh, heb ik dan wel een hoop dingen meegemaakt en gezien uh, die het daglicht niet kunnen verdragen vanuit mensen en vanuit de industrie. Dus uh, wat is het ergste verhaal wat je? Ja, vreemd gaan. Dat oh, ik oh, ja, dat dat wel we wel af en toe meegemaakt en uh, inderdaad echt dronkenschap. Niet jijzelf, doet... maar gewoon mensen uit de industrie. Mensen uit de industrie die, de industrie die, je ja. de industrie die je opeens tegenkomt met iemand anders uh, hand in hand in een hotel, dat je denkt, oké, okay. en dan. Kijk eens een beetje schaapachtig achtergaan en heb je zoiets van... hé hey man, dude, ik hou mijn bek wel dicht. Nou. Wat, uh, maar ja, er gebeurde ontzettend veel. En dat werd wel minder en minder. Ik bedoel, de retail was er altijd bij. Dat, dat, dat ging weg. Er gingen minder journalisten uh, naartoe. Uh, minder industrie ook steeds. Want vroeger ging ook elke publiek nam gewoon drie, vier Nederlanders mee. Op een gegeven ja. moment, de laatste paar jaar... Gingen er bijvoorbeeld van heel veel Purs geen Nederlanders meer mee. En dat klinkt zo van ja, maar wat maakt dat nou, dat maakte echt heel veel uit. Want uh, wilde je bepaalde games zien, je had een slots nodig. En uh, als je geen Nederlander had die voor jou knokte, um, ja. dan zei die Amerikaanse chick van hé, hey dude, uh, Nederland, uh, waar ligt dat? Precies. Dus dan zat je de hele tijd uh, zat je, uh, naast de pot te pissen. Dus er is zoveel veranderd uh, daardoor. Ja. En wat dat betreft is dat. Uh, um, Welk, uh, wel jammer. Heb je ook, uh, want dat, dat is het, A game, zeker in de beginjaren, E3 kon echt maken en breken. Hè. Ik bedoel, befaamd is natuurlijk uh, Playstation die uh, 100 euro ging zitten onder de Sega Saturn, einde Sega Saturn. Dat hebben ze bij, uh, hoe heet het ook Dat bij de Xbox ook weer gedaan, ja. weet je wel. Die, die, die conferenties, dat was echt, dat was echt marketing, ja. hogere klasse maar ook met games. Um, games konden daar gemaakt of gebroken worden. En ik heb nog zitten nadenken van welke games heb ik daar bijvoorbeeld echt gemaakt zien worden. Ik denk dat Cyberpunk bijvoorbeeld echt een goed verhaal is van een game die de hype was immens van wat ja. we daar gezien hebben, en het is absoluut niet waargemaakt. Nou ja, ik vind dat het is niet technisch gezien, is het niet waargemaakt, maar die, die game. Ja. en helemaal als je het nu op PC speelt, die game loopt als een trein, ja. Uh, en wat we daar gezien hebben, was natuurlijk die game lopend op een hele goede PC, en dan, mm -hmm. dan werkt het wel. Dus um, het is niet dat die game games worden niet opeens slecht zomaar, het is vaak technisch dat het blijft of niet ja. werkt en dan, dan wordt het pijnlijk. Maar nou ja, kijk, kijk, die, 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 die presentatie, want ik, ik was echt al, ik, zelf spelen, vond ik nooit zo so relaxed, omdat ja, je hebt maar tien minuten. Weet je, en dan had ik het niet in mijn vingers en dan kon ik niet goed zien. Dus ik, ik vond het altijd fijn als mensen iets speelden voor mij. En ik weet nog wel, ik ben toen naar Star Wars Galaxies geweest. Ik bedoel, vaak kregen wij gewoon indeling. Zeker toen we nog voor de puur schreven, weet je kreeg gewoon mm. van die game, die game, dat die die doe jij. Weet je, en dan probeer je oh fuck die game wil ik ook, en dan probeer je nog wat te regelen. En ik had Star Wars Galaxy gekregen. Ik ben helemaal geen Star Wars mens. En ik, dat was een van de, misschien wel de eerste keer dat ik een MMO zag. En dat was nog tijdens de World of Warcraft tijd volgens mij. En dat was hmm. zo opzienbaar. wat zij ons voorschovelde daar. Volgens mij was het ook mijn game van het jaar. En dat is nooit wat geworden. En, en nog niet eens een fractie van wat ze beloofd hebben. Ja, Zo'n grote massive uh, ja, uh, weet MMO moest Ja, je kon alles worden. doen wat je in Star Wars. En het zag er zo ja. fucking breed uit. Je ging in het schip en van het schip ging je rechtstreeks naar de planeet. En dan kon je weer uitstappen, weet je wel. Dat hebben we ook moeten leren van hoe je, hoe je, hoe je door die marketing bullshit. Hè, hoe, va hoe vaak hebben we al niet gehad van een game op de Xbox, wow, wat ziet het ziet er breed uit en dan, oh fuck, er staat gewoon een hele dikke pc staat eronder. Ja, ja, dat ja. nou, is op een gegeven moment wel, wel, wel duidelijk dat dat gebeurde. Ja. Ik denk dat uh, ik, ik heb een paar voorbeelden van games. De, wat interessant was de. Um, er is een uh, Star Wars game een keer mm -hmm. getoond. En dat was... Um, 23, 39. Nee, ja, zoiets. Ja. Ja, het was een cijfer. En het was dan een bepaalde verdieping in een, ja. in een soort basis. Ja. En dat was een uh, boel volgens mij. Of uh, het was eigenlijk een kamertje. En dat kamertje was. Die hele presentatie was door Nvidia gedaan. Mm -hmm. En uh, het gerucht ging de ronde dat die game super vet was. En je ja. moest die presentatie zien. 13-13, denk Star ja. Wars 13-13. Inderdaad, man. is nooit uitgekomen. Nee. En die, um, uh, dus, die. Dus dan op een gegeven moment, op de laatste dag, was het echt zo, Ja, kut. Ik moet... Ik ja, je je naar moet binnen zitten. Ja. Dan moest je dus eerst weten waar het was. Dus ja. dan, dan op een gegeven moment werd het wel duidelijk. Dan hadden mensen dat, die hadden dat al gezien. En dat doorgeven Het is daar een dag en daar en daar. En dan naar binnen. En dan proberen met zo'n PR-dame om dan een soort van je weg naar binnen te babbelen bij zo'n presentatie. Ja. En dat, uh, dat lukte dan. En dat ja. heb je die game gezien. En dat was dan echt de game van de show. Weet ja, je. En dan, nou, en dan te bizar voor woorden... die game is nooit uitgekomen. Dus nee. je, hoe, hoe raar dat is. En hetzelfde heb ik met um, heb ik ook gehad toen ik um, um, uh, Elite uh, speelde. Elite Dangerous. Elite Dangerous, ja, ja. die was toen uh, of net uit, of nog niet uit. En ze hadden als eerste dat draaien op een VR-headset. Mm -hmm. En ik weet nog dat ik naar binnen liep. En dat was, je moest naar boven daar, waar gesproken de, de persruimte was. En ja. dan een beetje terug. Dan had je nog ook zo'n kamertje. En dan klopt hij aan. En dan deed iemand, dan zag je een gordijn. Deed iemand open van. Voor wie kom je? En ik zei: van, Ja, ik wil graag Elite Danger zien. Van, ja, kom maar mee. En dan. Um, uh, uh, waren die mensen waren super vet? Die waren ja. echt heel tof. En soms heb je dat, dat je met ja, zo'n ja. studio binnenkomt en dan is er, het zijn ook niet allemaal PR-mensen, gewoon mensen die met liefde aan die game gewerkt hebben. Uh, David Braben uh, mm -hmm. liep daar ook rond, weet je, dat super tof. En die. Um, en toen zei iemand van: ja, Weet je wat tof is? Als je, je moet even die VR's, die is echt tof. Weet je? En dan ik ging ik zitten, ik kreeg ik ding op. Hij zei: Je moet even docking sequence doen. Dan legde uit hoe het werkte. En dan zit je meteen van die thrusters. <laughs> en ik had echt iets van: Wow, wat is dit sick. Ik ben ja. gewoon, ik zit in een vliegtuig. Een ja. gigantisch die space, ben ik aan het dokken nu. Dat was zo tof. En ik, gewoon die simpele ervaring van het ja, docken. Ja, ja. En dat was geniaal. En ik, ik, ik weet dat ik dat gezien en dan dan maakt dat echt je e3 dan heb je echt ja. een ervaring Daar heb je dan ook echt voor gewerkt want je ik bedoel je moet dan maar net weten dat die game er is sommige games vooral games met Nederlandse uitgevers daarvan ben je van tevoren al van nou, we gaan dit en dit en dit ja. laten zien dan kom je langs maar heel veel games die hebben geen Nederlandse uitgever nee. en die ja, dan moet je dan maar, maar zien te ontdekken als en je op so, sommige games die werden ook maar aan waar spreek elk land één iemand. Dat kan ook in weet je. Ja, ja. En dat dat dat, dat was wat leuk dat grondst op een gegeven moment dan op die feesten en die eetjes je avonds rond. Van, heb je die gezien? Heb je die gezien? Heb die gezien, weet je? En dan dan op een gegeven moment dan, dan moet ik die inderdaad ook zien. Ja. Steel Battalion, weet je dat nog? Dat, dat was die ja. game uh, met, met 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 die ja, je kreeg echt zo'n ding erbij. Ja, ja, ja. En ik weet ook ik heb dat toen ook daar gespeeld. wat de fuck. Wat voor een ervaring is dat je echt een meg ik vond het daar briljant. Uh -huh. We hebben het in Nederland gekregen en toen, ja, uh, lekker belangrijk. Ja, het was wel oké, okay, weet je. dat is dan toch van voor de eerste keer dat je en ze hadden, heel, Je ging helemaal een soort van ruimte in waar een meg was. Het, het, het is toch ja. ook een beetje die magische omgeving die wel. Um, het was een, het doet. was echt een games walhalla, weet je. En ik vind ja. dat Tokio is dat op een bepaalde manier. Maar de E3 was dat ook altijd. Ik vond de E3 altijd super tof. Ik, ik heb altijd, het was altijd mijn favoriete beurs. Ook omdat ik LA gewoon heel erg tof vond. Nu ja. ben ik een beetje van mening veranderd. Nu vind ik Tokio, denk ik, toffer. Maar toen vond ik E3 of LA van ik toffer. Uh, er was ook veel te doen. Uh, wat we ook altijd deden, is dat we nog. Weet ik veel, we gingen eerst een week naar New York ja, ja. en dan naar uh, LA. Dat soort dingen deden. Ik had altijd wel. Ik ben zelf niet in Tokio geweest. Maar als ik vergeleek naar wat jullie daar deden en hier en hoe jullie die, dat allemaal behandelden. Ik had altijd het gevoel bij de E3, je, je komt aan. En oké, okay, we deden meestal dan dag 1. Eén of twee dagen van tevoren gingen we wat andere dingen doen, of mm -hmm. wat road movie en dat soort En dan op een gegeven moment begon de E3 met de persconferentie. En vanaf dat moment, 24 uur per dag, kwam je er ook niet meer uit. Je kwam niet meer uit die game vibe, als het ware, weet je wel. Ja. En bij Tokio heb ik altijd wel een beetje het idee gehad van jullie gingen naar die beurs, maar daarna ging je er ook uit en er gingen ook wel hele andere dingen in Tokio. Ja, Tokio zelf heel tof was, maar ook omdat die... want we deden ook wel andere dingen op de E3. Weet je, we zijn met de Bas Rutte zijn we op stap geweest. Ja. We zijn, uh, we hebben surf, ik kan nog, nog een keer, een keer surfles, heeft gehad van mijn pro-surfers. ja, we gingen van we zijn naar uh, Area 51 gereden een keertje, Klopt. Uh, dus we, we hebben echt wel veel gedaan, maar. Ik, ik, kijk, Tokio is gewoon dat, dat. is ook het soort games wat je ziet op zo'n beurs. Mm -hmm. Op de E3 is alles relevant. In ja. Tokio, daar is 90% is gewoon hele weirde, onbegrijpelijke shit. Maar is, zijn er ook dan bijvoorbeeld. Want dat, je had altijd die beurs en dan meestal, dat was dan vijf uur klaar, vijf uur, zes uur. Dan had je vaak ook nog borrels. Weet je wel, dan mocht je erop blijven, op de boel hadden ze dan een bol. Nou, dan was je tot zes. Tot acht uur was je bezig, ging je terug. Dan had je s'avonds de etentjes. En dan had je nog eens een keer het feest. Weet je wel. Dus, en ja. je bleef maar in die game vibe zitten. Ja. Ik heb het idee bij Tokyo, heb je daar. Heb je daar? Of is dat meer op Azië gericht? Dat je niet die feesten hebt? Nee, een... maar natuurlijk. Want ook omdat die... Uh, je hebt de, al die PR-medewerkers zijn daar niet. Nee. Kijk, de, Tokio was natuurlijk een, is, of is een publieksbeurs. Ja. Net als Gamescom. Dus daar, ja. Ja, weet ja, ja, ja. je. En de, en de E3 was altijd een, een industriebeurs. En niet dat die pers nou zo belangrijk was. Maar er was ook heel erg veel retail. retail ja. En die retail, ja, die moet... Uh, uh, die moet je laten vollopen. Die ja. moet je laten vollopen. Want die moet overtuigd worden om die game massaal in de winkels te leggen. Want als, ja. je, als je dat niet dan verkoop je sowieso niks. Dus. Nee. Ja. Dat is gewoon een tijdperk geweest, en ik kan me nog goed herinneren ook dat um, um, ik weet dat um, op een gegeven moment sprak ik met een aantal retailers, en toen werd het me duidelijk hoe het werkte. En die zei: Van uh, die retailer die legde uit als van een grote winkelketen, nou, ik denk een van de grootste. En die zei: Van voor ons is wat jullie als Game Kings zeggen: mm. Leidend ja, ja, ja. in hoe wij inkopen, ja. En ik heb nooit eerder die link gelegd. Mm -hmm. Ik snap wel dat als wij consumenten beïnvloeden en zeggen van... luister jongens, je moet deze games, want die is super vet. En dat dat leidt tot betere verkopen. Dat ligt natuurlijk voor de hand, weet ja. je. dat snap ik wel. Maar wat daar gebeurde, wat ik toen pas snapte... is dat um, als die winkeliers massaal die games inkopen... dat dat ook een soort effect heeft van... Uh, uh, weet je met andere woorden van ja je hebt in gamekings gezien dat dit vet wordt dus wij ja. hebben we hebben hem over een winkel gelegd en de mensen die naar die winkels komen die, die zien dat en die hebben ja. zoiets van ja vet dit en dat en die, die ik had die wisselwerking nooit vanuit de industrie gebleven. en nu is het natuurlijk allemaal weg want al die verkoop is online dat is totaal anders nu maar toen is dat even zo geweest ja. en dat is een periode geweest waarin ja ik denk dat dat was game kings waar ik dat hoogtijdagen weet je omdat we uh, uh, alle uitgevers wilden meedoen uh, ook omdat al die retailers meededen ja. en dat was gewoon ja, ja. Je, je werd je werd ja je bedoel, we werden allemaal gebeld rtl nieuws maar, NOS, weet je om verslag te doen daarvan de, dat was echt belangrijk wat maar daar ook gebeurt. omdat wij wij hadden gewoon altijd die mentaliteit gehad ja. dat we niet om te kopen waren. Dus nou. ook niet. wij zouden nooit van een goede game zeggen dat die slecht was, en van een slechte game zeggen dat die goed was. En dat, um, dat weten mensen op een gegeven moment. Maar dat we, wisten ook mensen in de industrie. En daar daar had iedereen ook veel respect voor. Want mm -hmm. uh, laten we eerlijk wezen, weet je, ik wil, wij zijn niet verantwoordelijk voor of die games goed of slecht nee. zijn wij kunnen alleen maar zeggen wat we zelf vinden. En dat is ja. ook altijd het verweer, want dat komt heus wel eens voor dat dan, weet ik veel, dat we op de E3 zeiden van, ah, wat is dit voor kutshit, weet je, en dan de marketingmanager, kom op, je snapt het niet, en het is dit, nee. en het is dat, en het is zo. Ik zou, luister, het loopt voor gemeter, het ziet er niet uit. En je, ja. je, je zit, dus, ik bedoel, wat wil je nou van mij, weet je. <laughs> en dus dat was altijd een beetje ja. die, 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 die wisselwerking. En dat, um, ik, ja. Ik kan mij nog herinneren, dat, dat is, van alles wat ik daar gezien heb, denk ik dat ik echt het meest mis heb gezeten was de allereerste presentatie. Volgens mij was het Codec Theater van um, De Wii. Oké, okay, niet de Wii U. Nee, niet de Wii U, De Wii. ik dacht bij mezelf. Wat is dit, man? Wat, wat, wat gaan jullie me nou verkopen? Ik zat natuurlijk heel erg in die hardcore game. Ik, ik was daar ook bij. En daarna was ze, uh, inderdaad de codexier. Nu, nu weet ik wat je bedoelde. Was bij die Nachtclub daar. En dan hadden zij. Of die, dat theater had je. En daarboven had je een Nachtclub. En had ja. Nintendo had ook een feest hadden ze daarboven. Een rare persconcert met een hoop gewapper. En wie En ik dacht van. Maar ja. dit, geen gamer gaat dit spelen. Ik had natuurlijk helemaal niet gerekend op al die moeders en tantes en ooms die. Nee, maar die je sports had ging het kopen. Je had het bij het juiste eind. Ja. Niemand nee. heeft het gespeeld. Iedereen ja. heeft het gekocht, maar niemand ja. heeft het gespeeld. Ja. En dat was het hele ding. Voor gamers was het niet interessant. Ja. En dat is vaker gebeurd. Dat, uh, ja, uh, en ik ja, de Wii U hebben we hetzelfde gehad, want toen, toen begrepen we het ook allemaal niet. Uh, van... Nou, dat, dat, maar dat was een krankzinnige presentatie. Ja. Dus toen, ik weet nog dat we daar aankwamen en dat was in die uh, wat Nokia Theater. dat was mm -hmm. naast de naast E3-gebouw. Ja. En uh, toen was de, de, de hoofdzaal was vol en toen hadden ze ook nog andere zalen. En dan kon je dan eigenlijk naar een scherm kijken naar ja, de ja. presentatie. Nou ja, goed, ik weet niet wat het waard is, maar goed, we gingen daar zitten en het was volledig onduidelijk waar we naar zaten nee. te kijken. En, dat, en toen liepen we naar buiten ook en toen hadden ze iets van: oké, okay, dit is een soort handheld add-on voor de Wii. <laughs> zei, nee, het is een nieuwe console. We was iets van. Sorry, ik heb net anderhalf uur gekeken naar een prestatie waarin dat niet gezegd werd. Nee. Hoe kan dat nou? Nou ja, ik weet niet uit mijn hoofd hoor. Maar ik weet wel dat Nintendo daar heeft gezien, of misschien één of twee jaar later. van oké, okay, de E3 en prestaties dat is niet ons ding. Weet je, wij kunnen op een of andere manier niet goed ja. verwoorden. Uh, hoe wij kijken tegen onze producten, en um, um, ik, ik snap het ook wel. Zij, kijk, de Xbox en, en PlayStation, er was altijd specs, weet je uh, ja. Weet je, polygonen, bam, bam, bam. En wat is wa Nintendo? Is natuurlijk gewoon feit we hebben het al vaker. Het is gewoon speelgoed, het is leuk om mee te spelen, weet je, je ja, kan ja. dit doen, weet je wel. En wij als gamesjournalisten willen ja, maar hoeven is het 4K of is het dit of is dat? Ik snap hoe, hoe zit dat technisch in elkaar? Dat was hun verhaal niet, en dat kwam gewoon niet over. Het was, het was raar. Het was vaak awkward, want er was een Japanner en iemand, dat moest dan weer vertaald worden. Weet je. Het, het, het liep nooit echt helemaal lekker. Echt helemaal soepel. Um, mm. het waren de, ze hadden altijd de Weetste Booths. Altijd. Ja. Um, fantastisch verzorgd, altijd. Maar hun communicatie is altijd anders. Maar het zijn Japanners. Dus ja. dat, dat is natuurlijk ook moeilijk voor ze. En, en ook omdat het heel hiërarchisch is allemaal. Ja. Uh, dus het is niet als voor een Amerikaan op zegt van laat mij dit maar doen. Weet je? Ik weet dat die Reggie Fils mee is dat ja, ja, ja. een gegeven moment gaan doen. Uh, maar ja, die gast heeft ook een soort belachelijke persoonlijkheid. Dat kwam helemaal niet over. Echt. Ja, dat, uh, ja, Hij was ook beter dan uh, ja. als Miyamoto daar stond of zo in half uh, in zo half Engels. Uh. Maar goed, het uh, ja, ik, ik weet niet. Ik, ik, het ik, had ook het had ook wel zo'n charme. Maar, maar dat bedoel ik. Nintendo is ook charmant, wat dat Ja. Betreft. En ik denk wel dat um, het is natuurlijk een hele westerse beurs, net zoals de Tokyo Show een hele Aziatische beurs is, waar dat dan weer wel lijkt. En als je dan plat Westers shit gaat doen, dat 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 dan ook die, die dat begrip uh, niet helemaal overkomt, was daar het altijd, hè, de befaamde Konami persconferentie, uh, Capcom, we hebben het allemaal wel gezien, weet je, Hoe ik, ik, ik denk dat ik elk jaar wel twee interviews had, ik, ik bedoel, Yamauchi, uh, Miyamoto, uh, nou, al die gasten, uh, met zo'n zo inter interpreter ertussen, weet je, het was ja. altijd kut, omdat het, het vervlakt gewoon helemaal het antwoord, en ja. sowieso, het was altijd een beetje raar, ja ik weet niet, dat voelde nooit helemaal zo lang. Ja. Ik heb ook met Cliff Blazinski gezeten, bijvoorbeeld. Ja, dat is gewoon een gast van, uh, bied je erbij, weet je wel? Bekend, dan gaat hij lullen. Ja, ja. Dus dat is, dat is wel, uh, jammer. Maar ik denk, ik denk wel dat um, ik snap. Daar sla ik dan mee af. Ik snap dat die beurs er niet meer is, omdat gewoon de media heeft, het, het hele media landschap ligt anders, weet je. Ja. Dat kan niet meer. Het enige nadeel wat je gewoon hebt is, en dat hebben we nu ook al een paar keer uitgelegd. Als je er bent en één op één of met z'n tien in een zaal en je maakt het daarmee. Je enthousiasme is zoveel hoger dan op een afstandje. En dat vind ik ook het jammer van de showcase of de direct, weet je wel. De vorm ervan, 50 minuten lang. 30 trailers achter elkaar er doorheen jassen. Op een gegeven moment. Je, je weet het niet meer. Weet nou, maar we hebben dat ook wel gezien dat het wel werkt. Maar kijk, wat, wat ook nooit meer gaat gebeuren. Is dat ze. stel dat ze nog zo'n grote venue zouden afhuren. Ja. Zo'n zo 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 gigantische uh, dingen. Uh, er gaan niet. 5.000 journalisten vanuit de hele wereld naar L.A. vliegen om daarbij aanwezig te zijn. Nee. want er maar is geen 5.000 influencers. <coughs> nee, maar ook niet, want die willen betaald worden. Die ja, gaan dat het niet voor eigenlijk. niks doen. Nee. En dat dat is natuurlijk het hele ding, weet je, dat het um... eigenlijk krankzinnig. Wij betaalden alles zelf. Ja. ja, nee, maar het is ook. Maar, maar in die games industrie, we, we hebben ook heel vaak. Uh, uh, weet je dan, dan uh, de maalse zaak van de week. Ja, kun je even met twee man een week naar L.A. Uh, en dan uh, uh, en ik zeg van ja wat, is, is er budget weet je nee we, we hebben wel ja, de hotelkamers en de vlucht krijg je ja en ik had er van ja stel je voor dat je een commerciële klus krijgt dat er een, een, een klant komt die zegt van ja kun je eventjes ja. uh, een item maken in Los Angeles en dan moet je daar met een aantal mensen heen en uh, 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 ja we hebben geen geld maar we betalen nee. wel de vlucht en uh, ik bedoel, je maakt is, reclame je maakt reclame het is krankzinnig dus ja. wat dat betreft denk ik ook dat het het was ook niet houdbaar nee. weet je? het was gewoon niet houdbaar en um, uh, um, ja, op het, toen tv stopte en die sponsorship stopte, toen hmm. was dat ook al. Want dat is natuurlijk hoe we betaald werden. Maar dus dat, het, het, het grote nadeel vind ik wel dat nu kijken we naar platte presentaties. En dat moet allemaal in een malletje uh, gepropt worden. Het liefst zo veilig mogelijk. En een heleboel dingen blijven eigenlijk onduidelijk. Weet je. En het mooie hmm. van de E3 was dat je de volgende dag. Of meteen de afloop, dan ging je naar buiten en dan kon je vragen stellen. Weet je, maar hoe zit dit dan? Van hoe werkt dit? Of is dat nou één kerk? of zijn het nou twee kerkers? Weet je, en die ja. vragen die werden beantwoord en dan konden we daar een heel mooi item over opnemen. En dan had je het verhaal. En nu zit je te speculeren, weet je. En dan gaat het daar. Ja, dan ga je maar op social media kijken. Ja, dan vliegt alles door de lucht heen, waardoor heel veel dingen onduidelijk zijn. Het feit ja. dat je met de Project Q niet weet van kun je nou wel of niet naar buiten met de Wi-Fi. ja, ja het is, het is de bizar en ik, het is plat en. Dat vind ik wel um, jammer. Um, ja, het maar ja, is goed, maar Het ja. verandert. Weet ja. je, ik bedoel, de, uh, uh, de hoogtijdagen herken je niet als je erin zit. Je herkent ze pas als ze voorbij zijn. Zeker weten, ja. ja. En dat is uh, natuurlijk wat er gebeurd is. Ik ben nog steeds. Ik bedoel, ik vind gaming is nog steeds niet. Over zijn hoogtepunt heen. Het nee. is nog niet eens daar. Wat het wel steeds gebeurt, en dat is al een aantal keer gebeurd, het verandert. Mm -hmm. En weet je, we hebben dat gezien met de opkomst van de consolemarkt. Weet je, die was vroeger klein in de tijden van, de, weet ik veel, Atari 2600. En toen met de ja. NES, SNES, van al de SNES, werd het alles groter. Se, ja. En inderdaad, alles was precies. En toen ging het weer terug. En nu zie je dat eigenlijk alles naar Indie gaat. Weet je, en die grote uitgevers die dan zo'n beurs zouden moeten betalen, die hebben. Die zijn eigenlijk te klein aan het worden. Die hebben er geen geld meer voor. Want het inkomstenmodel werkt niet meer op die manier. En al die indies die hebben eigenlijk uh, aandacht en aan een platform die nodig. Die hebben een probleem hierdoor. Die hebben een probleem, ja. Want die kunnen niet meeliften op het geld van die grote. Dus... En die krijgen ook geen volwaardige rol in die presentaties. <laughs> Totaal niet. Dus die moeten hun eigen ding doen. En ja. soms is het ook wel interessant om te kijken. Of, ja, op zo'n E3-beurs. Of, of nu dan de Summer of Games. Of weet ik van, Wat er allemaal aan presentatie omheen zit. Want er zit ook van die, die Evercade. Mm -hmm. Die handheld. Die ja. hebben ook een persconferentie bijvoorbeeld. Ja. Dus het is gewoon interessant. Van, ja, wat gaan de Indies doen? En gelukkig gaat iedereen nog een beetje, zweeft nog een beetje om dit moment heen. En hopelijk zien we op die manier alsnog al die pareltjes voorbij komen. Ja, duidelijk. Uh, ja, de magie van de E3. Uh, ja, we kunnen de uren over praten. En dat zullen we ongetwijfeld de komende jaar vast nog wel vaker uh, doen. Het blijft toch gewoon: ja, als je erbij bent geweest, iets episch. En uh, laten we hopen dat de industrie in ieder geval de maand juni dat, dat, dat moment vasthoudt. Want. Uh, ja, je ziet nu toch ook alweer, er gebeurt ontzettend veel eromheen. En dat is belangrijk, dat heeft de industrie gewoon nodig. Ook al zien ze het zelf niet zo, maar wij zijn ervan overtuigd dat het wel belangrijk is om bepaald van dat soort momenten te hebben dat iedereen eventjes op gaming gefocust is. Goed, Bar Weinig E3, drie weken lang, vette content, support ons en kijk onze streams. Ja.